We hebben zowel dakrenovatie als gevelrenovatie uitgevoerd. Aan het dak hebben we de asbestleien verwijderd en hebben we nieuwe kleidakpannen geplaatst met de bijhorende perisolatie. Aan de gevel hebben we zowel de gevelbekleding verwijderd, wat ook uit asbestlei bestond. En daar hebben we een nieuwe gevelbeplating tegen gezet die onderhoudsvriendelijk is. En de bestaande gevelstenen hebben we gereinigd en gehydrofobeerd om te beschermen. Residentie Zavelplein zijn 4 blokken met elk 22 appartementen. Dus dat maakt dat we 88 verschillende appartementen hebben en 9 handelszaken op de gelijkvloers. Dus zitten we in totaal met 97 mede-eigenaars. De truc om met een VME een succesvol einde te krijgen, dat is communicatie. Dat is kunnen beschikken over mensen, over een team, over een bouwteam dat hecht aan elkaar is. En communicatie in zo'n team is heel belangrijk. Iedereen moet daar zijn positie in kennen en ook in krijgen. In een VME heeft iedereen evenveel waarde en zal ook ieders idee en ieders inbreng ook evenzeer geapprecieerd worden. Het bouwteam bestond dus uit een aantal eigenaars hier. In het begin was er een stuk of 6. Waarbij we dus bijeenkwamen op regelmatige basis om alle aspecten te bespreken. Ik denk dat dit hier een type geval daarvan is. We zijn met een 90-tal mensen of eigenaars begonnen. En we zijn nog altijd, een jaar na datum, nog altijd een hechte kring gebleven, omdat die communicatie goed was. De resultaten, je hebt een gerenoveerde bouw die eigenlijk meer waard is. We zijn van ons leien af, asbesthoudend leien af. Energiebesparing, wat toch wel opmerkelijk is. Wij zijn vertrokken met een gebouw dat in de jaren 70 gebouwd is. En dat had een EPC van een 375. Wat eigenlijk van die tijd niet zo slecht was. Dat was een sumiere isolatie voorzien. En we hebben dat gebouw afhankelijk van het appartement, want het zijn heel wat appartementen, met 15% tot 25% hebben we dat EPC-pijl kunnen laten zakken. Zeker als het gaat over de renovatie van een appartementsgebouw met meerdere eigenaars, is het toch aan te bevelen met een bouwteam te werken. Een bouwteam betekent dat men eigenlijk een samenwerking heeft van bij het begin tussen ontwerper, architect enerzijds en aannemer anderzijds. Door die samen in te schakelen kan men eigenlijk beter de risico's aanpakken, beter beheersen en dat kan dan ook aanleiding geven tot een lagere eindprijs van de renovatie. Surf naar buildyourhome.be voor een betrouwbare vakman.